mee te maken. Een medisch noodgeval schreeuwt om een ziekenhuisbezoek. Maar hoe snel kun je terecht als steeds meer streekziekenhuizen afscheid moeten nemen van hun spoedeisende hulp of zelfs helemaal verdwijnen? Het is reden tot zorg, ook in de medische wereld. Op het moment dat je kwetsbaarder bent, om wat voor reden dan ook, is een grotere reisafstand lastiger. Dus eigenlijk de mensen waar we het meest voor willen zorgen, die het meest te verliezen hebben in die zin, zijn de mensen die het meest kwetsbaar worden op het moment dat dus er minder spoedeisende hulpen zijn, waardoor je grotere reisafstanden hebt en langere wachttijden. Als je een spoedeisende hulp sluit, wat nou kortdurend is of langdurend, in alle gevallen betekent dat het ergens anders drukker wordt. En we weten dat het waar het anders drukker wordt, dat daar kwaliteit van zorg verliest. Er moet gewoon een goede spreiding zijn en dat is iets anders dan zeggen, laten we maar plekken sluiten. Wat heeft u nodig van de minister op dit moment? Ik denk dat we beleid nodig hebben, niet alleen inzet op de meest complexe zorg, de grote auto-ongelukken, de hartinfarcten, maar juist ook veel meer inzet op hoe zorgen we dat de toegankelijkheid van acute zorg goed blijft in Nederland, met behoud van kwaliteit. Toch zegt minister Kuipers dat hij het juist nu slimmer gaat organiseren, door op bepaalde plekken in Nederland juist te concentreren en daar de kwaliteit echt hoog te houden. Zit er niets in die aanpak? Nee, vind ik niet. En ik vind het ook tegenvallen van meneer Kuipers. Ik ben zelf een arts. En ik vind het ook een beetje echt het oude politieke denken. Van ja, het moet groot, schaalvergroting. We hebben dat in het onderwijs gezien, ook in de zorg. Terwijl je nu toch ziet dat steeds meer mensen echt wel zien van ja, maar dat is helemaal niet. Het is uiteindelijk niet beter. Het blijkt ook steeds niet goedkoper te zijn. Maar dat hebben we ook heel vaak gehoord. Gaat kwaliteit niet boven kwantiteit? Het is wat die ambulance meneer net ook zegt. De zorg moet toch geleverd worden. En hoe dichterbij, hoe fijner het is voor mensen natuurlijk, voor je familie die op bezoek kan komen. Heel veel mensen hebben ook geen auto, laten we dat ook niet vergeten. Maar ook voor de kwaliteit van de zorg. Kijk, misschien echt een specialistische, hoogcomplexe zorg. Oké, dan kan je je voorstellen als je dat concentreert op een paar plekken in Nederland. Ja, met echte specialisten precies, die daar zitten. Dan kan dat misschien helpend zijn. Maar de basiszorg, als je een ongeluk krijgt, een bevalling, dat soort dingen. Ja, hoe dichter bij huis, hoe beter het is. Ja, toch zijn er ook ziekenhuisbazen die zeggen, ja, het is heel rustig. Bijvoorbeeld 's nachts, dan komen er maar één of twee mensen binnen op zijn spoedeisende hulp. Ja. Ja, en dan zitten er dus verpleegkundigen daar, nou ja, even gechargeerd uit de neus te eten. Ja. Terwijl we juist die zorg overal en natuurlijk heel erg hard nodig hebben. Ja, nou ja, verpleegkundigen die uit hun neus eten, die moet ik nog tegenkomen. Over het algemeen is het probleem juist ik andersom. Ik zeg ook gechargeerd, maar gigantische werkdruk. Ja. Dus volgens mij is dat geen goed argument. En het is ook geen goed argument, omdat als je zo zou redeneren bij de brandweer of zo, zouden we ook heel gek vinden, toch? Of bij de politie. Het gaat erom dat als het nodig is, is het gewoon superbelangrijk. Je zei het terecht, je hoopt het nooit mee te maken. Maar bijvoorbeeld de spoedeisende zorg, dat die in de buurt is. Nou, we zien de afgelopen pak een beetje 10 jaar, is op 19 plekken in Nederland de spoedeisende hulp bijvoorbeeld al gesloten. Dus wij zeggen, ja, stop dan mee. Er zou echt een verbod moeten komen nu op ziekenhuizen om nog veel te sluiten of om afdelingen te sluiten. En in plaats daarvan zeggen we, ja, ga je elkaar dan een beetje helpen. Maar ziet u het dus als een besparing, hè? Als een bezuiniging, ziet u het, hè? Dit. Nou, ik denk dat er veel geld te besparen is in de zorg, maar niet met dit soort domme maatregelen. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Want hoe hou je het uiteindelijk betaalbaar? Ja. Is dat niet uiteindelijk bijna onvermijdelijk om hier naartoe te gaan? Nee, dat denk ik absoluut niet. Sterker nog, het blijkt helemaal niet goedkoper, die schaalvergroting. Dat hebben we op zoveel plekken en in het verleden ook al gezien. Als je geld zou willen besparen in de zorg, zeggen wij bijvoorbeeld, nou, je kan een medisch specialist in loondienst doen, levert 400 miljoen op. Je zou kunnen stoppen. Goed idee, met dat marktdenken in de zorg. Dus nu is het nog steeds dat een ziekenhuis per verrichting, dus per behandeling, betaald krijgt. Ja, je kan je bedenken dat dat misschien toch ook voor een prikkel zorgt die je eigenlijk liever niet wil in de zorg. Ja. Dus dat zou je op een andere manier kunnen organiseren, waardoor je ook geld zou kunnen besparen. Maar niet op deze manier. Ziekenhuis, met name de basiszorg, die hoort zo dicht mogelijk bij mensen te zijn. Peter, je woont in de omgeving van Breda. Hoe zit het daar? Zijn mensen ook daar bezorgd over, omdat ze dan toch wat verder weg moeten om bij het ziekenhuis te komen? Nou, Breda heeft een groot ziekenhuis en dat denk ik dat dat ook zo blijft. Dus daar merk je die zorg niet meteen. Maar ik zit te denken bijvoorbeeld aan een pandemie. We hebben met een pandemie gehad, zeg maar. We kwamen voortdurend bedden tekort. We moesten patiënten naar het buitenland. En dan ga je in feite nu met het afschaffen van streekziekenhuizen het aantal bedden dus ook verkleinen. Weinig denk van ik. Geleerd, blijkt ja, dan wel. Ik vind dat heel merkwaardig. Ja, is het ook. Kijk, en dat er natuurlijk stille periodes zijn, 's nachts, dat mag zo zijn. Maar ik denk dat de zorg een kwestie is van hard hollen en stilstaan.
En dat je juist op dat harthollen moet inzetten. Ja, hoe is dat in Os gegaan? Want daar was het ook een ziekenhuis. Uw eigen Os. Klopt. Ja, nou ja, stad van 60.000 inwoners. En daar werd ook op een gegeven moment gezegd... nou ja, weet je, we gaan toch dat ziekenhuis sluiten. Want als we ergens anders doen, dan zou dat beter uitpakken en zo. En, nou, met allerlei mooie beloftes. Er zou nog van alles in Os blijven. Nou, lang verhaal kort. We zijn nu ruim jaren verder. Nou, afgelopen maand zelfs de huisartsenpost... gesloten in Os. Mm. Dus om maar even aan te geven, als het eenmaal weg is... het komt zelden weer terug en het wordt er zelden beter op. Dus 22 juni, dan is er een debat ook in de Tweede Kamer hierover. Dan gaan wij voorstellen, ja, zorg er nou voor, minister Kuipers... dat ziekenhuizen niet meer mogen sluiten of onderdelen mogen sluiten. Maar zet juist in op meer samenwerking. Ja, toch zijn er ook betrokkenen, als we het even over Os hebben... die uiteindelijk nu toch wel positiever terugkijken dan dat we toen de tijd waren. Dat is het laatste een heel verhaal in het Brabants Dagblad. Ook van juist de huisartsen in Os, die toen de tijd tegen waren. En nu zeggen, ja, het was eigenlijk onvermijdelijk. Omdat we die specialisten niet... konden verdelen over die twee locaties. Ja, maar ja, nu vertrekken ze dus ook. Dus ja, voor een stad als Os is dat nogal een aanlating. En dan moeten mensen dus in Os naar Uden uiteindelijk. Exact, in dit geval naar Uden. Ja, dat betekent voor heel veel Ossenaren toch ook een stuk reis. Ik zei net al, er wordt heel makkelijk van uitgegaan dat iedereen maar een auto heeft in Nederland. En dat iedereen dat dan ook maar kan betalen. Nog even los van de kwaliteit van de zorg, hè. En dat die in het geding komt bij langere afstanden. Dat is natuurlijk ook een argument. Maar ook de gedachte dat groter altijd beter is. Zeker in de zorg. Ja, toch juist gezien intussen. Wat hebben we nou geleerd inderdaad van corona, zou ik denken. Ja, en het is belangrijk om daarin te investeren. Dus in de Kamer daarvoor pleiten. Ja, en wij roepen ook iedereen op die dit belangrijk vindt. sp@sp.nl, stuur een mailtje als je op 22 juni bij het debat aanwezig wilt zijn. Oké, nou.